een pakketje voor mij bezorgd. Zondag hebben we 2,5 jaar. Ik heb vanmiddag even die podcast opgenomen natuurlijk. Ik heb even weer deze gehaald, want ik heb echt weer een verslaving hieraan. Goedemorgen, super leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag en ik heb niks te doen. Nee, ik heb genoeg te doen, maar ik heb geen motivatie. Dus eigenlijk ben ik een beetje niks aan het doen. Ik heb net de achtergrond van mijn laptop even veranderd. Ik heb hele schattige foto's met haar samen. Maar ik heb voor deze eigenlijk nog niet zoveel gedaan. Ik heb wel mijn online les uiteraard gevolgd. En dat was het eigenlijk wel. Ik moet nu eigenlijk opdrachten gaan maken, maar daar heb ik dus echt geen motivatie voor. Dus ik denk dat ik dat vandaag maar niet ga doen. Want ik weet nu al dat als ik geen motivatie heb, dat het niet echt lekker gaat werken. Dat ik het dan niet goed ga doen. Dus dat ga ik morgen lekker doen. Ik heb letterlijk heel de middag niks gedaan. Behalve een beetje films gekeken op mijn bed. Maar het was wel lekker. Maar ik moet nu in ieder geval gaan werken van 6:30 tot 9:00. Dus dat ga ik nu doen. En mijn make-up zit echt verschrikkelijk. Het is er bijna af. Dus dat is wat minder. Maar we hebben toch een mondkapje op. Dus ja, de helft van mijn gezicht zie je niet. Dus dat is nice. Ik ben net weer terug uit mijn werk. En ik heb weer deze even gehaald. Want ik heb echt een verslaving hier aan. Deze dingen zijn zo ontzettend lekker. Maar ze verkopen ze dus alleen klein bij de Appie. Dus ik weet niet. Maar alleen in dit. Geen grotere verpakking of zo, maar dit. Dus ja, ik weet niet. Ik ben naar de bus aan het lopen. Maar het is echt mega kut. Het is echt niet te doen. Het is zo bizar koud buiten. Het is niet normaal. En er staat ook een mega harde wind. Echt niet grappig. Ik ga snel lekker naar huis. Snel lekker in mijn warm een beetje liggen. En lekker film kijken. Ik ben weer lekker thuis van school en mijn haar zit echt heel erg wild. Maar het waait buiten ook best wel hard. En even kijken. Ik ga jullie even neerzetten. Dit is een pakketje voor mij bezorgd. En dit is niet voor mij, dit is voor haar. Ik heb een cadeautje besteld, want we hebben namelijk uit mijn hoofd zondag hebben we 2,5 jaar. Dus dan moet dat wel even gevierd worden natuurlijk. Dus ik heb even een cadeautje voor hem gekocht. En die ga ik zo even met jullie unboxen. Maar dat laat ik dus zo even verder zien. En ik ga eerst even wat drinken pakken, want ik heb best wel dorst. En ik zat net in de bus met een vriendin, dus dat was super gezellig. Want we hadden dus allebei totaal geen zin in die busreis. Maar toen kwamen we elkaar dus tegen en toen was het helemaal goed. Dus dat is nice. En ik ga nu even wat drinken en dan ga ik zo even het cadeautje unboxen. Want als deze weekvlog online komt, dan heeft Samers cadeautje toch al gehad. Dus dat maakt niet zo uit. Ik ben weer op mijn kamer en ik ga even samen met jullie het pakketje unboxen. Want ik ben super benieuwd hoe het eruit ziet. Ik heb een geurtje besteld van, ja, ik weet het eigenlijk niet eens. In ieder geval, hij heet Night Vision, volgens mij. Als ik het goed uitspreek. Dus ik ben heel benieuwd hoe die eruit ziet. En ik weet dat Harm deze wou, want dat heeft hij wel eens tegen mij gezegd. Dus ik hoop dat hij het nog steeds lekker vindt. Oh ja, hij heet Spice Bomb Night Vision. Dus, ik ben benieuwd. En ik denk dus dat het wel meevalt hoe klein dat is. Dit is hem. Ik denk dat het er wel meevalt. Ja, het is 50 milliliter. Maar soms kunnen die flesjes echt super klein zijn. Maar het valt mee. Dus ik ben wel blij. Als het goed is, is dit een goede. Dus ik ben heel benieuwd. En hij ruikt echt super lekker. Het is, oké, ja, gelukkig. Ik heb het goede gedaan. Het is Spice Bomb Night Vision van Victor en Rolf. Eau de Parfum. Je hebt dus ook Eau de Toilette. Maar ik wou dus Eau de Parfum. En dat is gelukkig goed gegaan. Dat heb ik goed besteld. Dus daar ben ik blij om. Dus ik ben helemaal blij. Dit is gewoon helemaal top. En
Ik heb het besteld bij parfumwebshop.nl. Daar zag ik hem, dus toen heb ik hem daar besteld. En dat zou de volgende dag in huis zijn, dus dat helemaal top. Als ik het al verkeerd bestel, dan kan het altijd nog opnieuw besteld worden. Maar het is helemaal goed gegaan als het goed is, dus ik ben blij. Ik had trouwens vanmiddag bij de winkel deze gekocht, deze smoothies. En die zijn echt super lekker. De ene is met kokos, ananas, banaan en appel. Echt zo ontzettend lekker. En deze, die heb ik nog niet op. Maar ik denk dat deze ook wel lekker is. Met spinazie, kiwi, appel en banaan. Dus klinkt wel lekker in ieder geval. Dus die ga ik zo ook nog even opdrinken. En ja. Dat was het. We gaan zo eten, dus ik ga me even snel klaarmaken. Ik ga even mijn make-up fixen. Want ik ga namelijk na het eten naar Lotte toe. Dus ja, dan wil ik er wel een beetje normaal uitzien. En niet met dit hoofd daaraan komen. Dus ja, dat gaan we even fixen. Ik ga even lekker mijn make-up eraf halen. En ik ga even lekker in bad. Want Lotte is niet meer doorgegaan. Dat is even wat anders gelopen dan gedacht. Dat kon niet meer, dus we gaan een andere keer afspreken. Dus ik ga nu lekker snel mijn make-up eraf halen. Ik heb een leuke film uitgezocht. Dus die ga ik even lekker kijken tijdens dat ik in bad lig. En dan daarna denk ik lekker op tijd slapen. En hele goedemorgen. Het is vandaag donderdag. En gisteren zou ik natuurlijk naar Lotte gaan, maar dat ging even niet meer door. En ik heb vanochtend allemaal opdrachten gemaakt voor school. En dat ga ik straks weer doen, want ik ben nu lekker bezig en ik heb best wel motivatie vandaag. Dus dat gaan we gewoon even lekker doen. En ik heb even een pakketje die ik nu weg ga brengen. En het is echt prachtig weer. Mijn haar zit wel echt helemaal ruk, maar ja. Het is in ieder geval mooi weer, de zon schijnt, dus ik ben heel blij. Mijn zus die moet dus voor de opleiding een podcast gaan maken. En ik lag in bed, dus sorry voor mijn hoofd. Maar en nu moet ik haar dus daarbij gaan helpen, moet ik dingen inspreken. Dus ik ben super benieuwd. Ik heb geen idee of dit kan, maar we gaan het zien. Ik heb vanmiddag even die podcast opgenomen natuurlijk. En ik vond het echt super leuk om te doen. Wel vond ik het nog best wel lastig om te doen eigenlijk, omdat het gewoon, ja, het is wel even wennen om het te doen. Maar ik vond het wel super leuk. En oh jongens, wat ziet mijn hoofd eruit. Echt niet te doen. Maar goed, dat heb ik dus vanmiddag gedaan. En ik ben nu weer bezig met het maken van opdrachten voor school. En ik ga even mijn planner plannen, zeg maar. Dus inschrijven, want de komende weken wordt een beetje chaotisch en er moet gewoon veel gebeuren. Er gaat veel gebeuren, dus dat moet ik even allemaal op een rijtje zetten. Zodat ik niks vergeet en precies weet wanneer wat gaat gebeuren. Dus ik ben heel benieuwd. Maar dat gaat allemaal goed komen. En ik ga nu even lekker werken aan de opdrachten. Het is vandaag vrijdag. Het is gewoon nog vrijdag. De week is echt zo bizar snel gegaan. En mijn haar zit helemaal ontploft, want ik heb het net gefeund. Maar sorry als deze week vlog een beetje chaotisch en saai is. Want ik heb dus gewoon letterlijk heel de week alleen maar opdrachten gemaakt. En voor dit is eigenlijk echt net niks gedaan. Want volgende week is dus de deadline. En ik moet gewoon nog best wel flink wat opdrachten. Dus ik ben daar gewoon heel de tijd druk mee bezig. En dan doe ik natuurlijk niet echt wat anders. Dus sorry daarvoor. Maar nu is het lekker weekend. En zondag hebben Harm en ik 2,5 jaar. Dat had ik natuurlijk al verteld. Maar zondag moet Harm misschien gaan werken. Dus we hebben besloten om dat vandaag te vieren. In hoeverre dat kan, zeg maar. Dus we gaan gewoon eigenlijk een cadeautje geven. En that's it. Even leuk film uitzoeken en die samen kijken of zo. Maar voor de rest kan je niet zo heel veel. Dus dat halen we gewoon lekker in wanneer corona weer over is. Dus dat gaan we doen, want Harm komt vanmiddag thuis. En ik heb net lekker gedoucht, make-up gedaan. Maar ik heb echt weer zo'n irritante make-up dag. Dat het gewoon echt totaal niet zit. Maar ik ga even eten. Dan ga ik even snel Harm zijn cadeautje inpakken en een kaartje schrijven. En
daarna nog even wat voor school proberen te doen totdat Harm weer thuis is. Ik ga eventjes snel dit pakketje wegbrengen, want dat had ik gisteren gedaan, maar dat is niet meer gelukt, want ze konden het daar niet aannemen. Dus ik moet het even ergens anders brengen. En ik ga daarna even nog naar Lotte toe, want die heb ik al heel lang niet gezien. En Harm die is toch nog steeds op zijn werk, dus die is nog niet eens onderweg naar huis. Dus dat duurt ook nog even voordat hij er is. Dus dan ga ik nog even naar Lotte toe. En dan daarna nog even denk ik opdrachten maken, me klaarmaken. En dan daarna Harm ophalen bij de bus en naar hem toe. Ik ben weer terug van Lotte en het was super gezellig. We hebben gewoon lekker buiten gezeten, want de zon schijnt heerlijk. Dus dat was leuk. En ik ga nu snel naar de bushalte toe rijden, want dan hou ik Harm daar op. En dan gaan we naar hem toe. En dan gaan we vandaag onze 2,5 jaar samen vieren. Dus ik heb zijn cadeautje mee. En ik ben heel benieuwd. Ik ben weer terug van Harm. En het was super gezellig. We hebben vanmiddag nog Ben & Jerry's gekocht bij de Appie. Maar die hebben we niet meer opgegeten. Dus die gaan we morgen even opeten. En we hebben een cadeautje aan elkaar gegeven. En echt zo lief. Ik heb deze trui van hem gehad. Echt fantastisch. En op de achterkant staat nog zo'n wereld, zeg maar. En dan ook in het goud en dan heel groot. Dus echt super, super schattig. En ook nog een klein bedeltje voor aan een armbandje. Ik moet even zachtjes praten, want mijn broertje ligt al te slapen en hij roept net dat ik zachtjes moet doen. Ik ga het morgen even goed aan jullie laten zien, want het is nu ook natuurlijk donker, dus dan heb ik slecht licht. Dus dat ga ik morgen even aan jullie laten zien. Ik ga nu snel make-up eraf halen en lekker slapen, want morgenochtend moet ik vroeg werken om 8 uur. En dan zie ik jullie morgen weer. Een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag. En ik heb vanochtend lekker gewerkt. Het was super druk. Dus dat is altijd wel heel erg fijn. Want dan heb je tenminste wat te doen. En ik heb me even omgekleed, klaargemaakt. Want ik ga nu namelijk naar Harm toe. Daar zijn we heel de dag. En ik heb de trui aan. Die ik van hem heb gekregen. Super leuk. En ik ga hem nu even laten zien. Omdat het nu beter licht is. Dit is hem. En ik vind hem echt super leuk. Hij is top voor de lente eigenlijk. Want hij is wit. Maar wel trui. Dus ja. I like. Ik vind hem echt super tof. Dat die gouden details hierin. Ja. Ik vind hem heel mooi. En op de achterkant staat dus. Oké. Dit ga je waarschijnlijk net niet kunnen zien. Op de achterkant staat dus een ja, ook een gouden wereld, zeg maar. Super cool. Dus ik ben hier helemaal blij mee. En dit is mijn outfit voor vandaag. Spijkerbroek. Of dus een mom jeans. En deze trui. En daaronder heb ik nog een body. En ik weet niet meer waar ik die heb gekocht eigenlijk. Maar ja, in ieder geval bij Zalando. Maar ik weet niet waar die van is. Maar dat is mijn outfit voor vandaag. En ik ga nu snel naar Harm toe. En dit is trouwens het bedeltje wat ik nog heb gehad van Harm. En ik heb hem nu even aan mijn armbandje gedaan. Echt super schattig. Hij heeft de haar gedaan. Dat vind ik wel echt leuk. Dus die heb ik ook meteen om. We hebben net Harm even op de bus gezet. Want die moet morgenochtend vroeg gaan werken. En dan komt hij 's middags weer naar huis toe. En dan zijn we morgen dus bij mij. En ik ben echt
super moe en ik heb een beetje buikpijn. Dus ik ga even lekker in bad. En daarna misschien nog even wat voor school doen en deze weekvlog editen. Want dat moet ik ook nog doen. En daarna heerlijk op tijd slapen. Goedemiddag, het is vandaag zondag en ik heb me even klaargemaakt. Ik heb eigenlijk heel de dag gewoon weer gechilled. Het is echt bizar. Ik doe gewoon niks dit weekend, maar het is wel lekker. En Harm is, die heeft vanochtend gewerkt. Die is nu onderweg naar huis toe en dan stapt hij hier gewoon uit met de bus, zeg maar. En dan zijn we vanavond gewoon hier bij mij en morgen weer bij hem. En mijn scooter heb ik gisteren laten staan omdat het heel, heel slecht weer was. Dus toen ben ik thuis gebracht en die ga ik nu even ophalen. Dus mijn vader is zo lief om mij even te brengen en dan rijd ik terug op de scooter. Het is vandaag maandag en mijn Zalando pakketje is vandaag binnengekomen. En ik had sokken besteld en een sportshirtje. Want die had ik echt heel erg nodig, een sportshirtje. En ik heb hem al even aangedaan. Ik ga hem even goed laten zien aan jullie. Ik heb gewoon zo'n basic shirtje besteld van Nike. Dus dit is in mijn schoon zwart. En ja, hij zit eigenlijk top. Ik weet niet eens meer in wat voor maat ik hem heb besteld. Ik denk een S of een M. Ik weet het eigenlijk niet. Maar stof is eigenlijk top. En ja, gewoon lekker basic. Maar wel heel erg fijn. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En ik heb vandaag eigenlijk weer heel de dag aan mijn opdrachten gewerkt. I know. Het is echt heel saai, want ik heb gewoon niks om te filmen. Maar vanmiddag ben ik ook nog even naar Harm geweest. En ik ga nu deze week vlog bewerken. En dan misschien... Nee, ik denk niet dat het vanavond nog lukt om online te zetten. Dus komt die morgen online. Dus ik zie jullie snel weer in een volgende video.